Hallo, dat is ook weer een aflevering van Pokémon Shield Fire Only. Ik heb net gerend. Waarom? Daarom, we hebben een nieuwe aanwinst in onze groep. Een Rotom. Ja, gekregen van iemand. Iemand zei van, yo, wat wil je? Wil je nog een vuur-Pokémon? Ik zei, ja, tuurlijk. Hij vraagt, wat wil je? Ik zeg, ik weet niet, het is een elektriciteitsvuur-Pokémon. Hij zegt, ja, Rotom. Dus ik zeg, doe die maar. Hij zegt, oké. Dus, Dennis, dikke shout-out naar jou. Ik weet het alleen dat hij Dennis heet. Ik weet niet hoe die heet, maar... De original trainer is ook slap. Volgens mij is dat zo'n Jennings bot, maar dat maakt niet uit. Weet je? Pak die Rotom. Zeer tevreden. Zeer tevreden. Thunderbolt, Dark Pulse, Thunder, Will-O-Wisp. Geen ribbons. Dat is vet. Level 30. Dus daar kunnen we weer een tijdje mee vooruit. Oh, ik zal eerst eens even een surprise trade doen. En ik ga niet zomaar een surprise trade doen. Ik ga deze shiny Mew surprise traden naar iemand. Select, hallo. Oh, jammer. Ja, ik wil geen... Ik wil geen... Deze shiny. Zal ik die dan doen? Ik heb in principe ook gekregen als surprise trade. Of een level 1 Eevee. Eevee worden mensen al blij van, hè. Ik ga deze level 1 Eevee. Ga ik wegtraden, surprise traden. Doe het. Oké, we gaan ondertussen verder. Daar staat een trainer die met mij wil vechten. Nee, ik ga weer een keer Torquet gebruiken. Ik heb even een kopje koffie gehaald. In een Jip en Janneke mok. Van Taki. En waarom Jip en Janneke mok? Want hier past zo'n dubbele Senseo in, zeg maar. Dus ja. Dan doen wij dat gewoon. Oh, ik heb nog helemaal geen Funko Pop opgepakt. Bijt. Hoppatee. Half dood. Hij doet ook bijt. En ik ben niet half dood. 13 AP. Circle. Even kijken, wat gaan we vandaag even presenteren? Ik werp even een blik naar achter. Ik kan al eventjes... Ja... Ik weet nog niet of ik die al heb gehad. Ik denk het eigenlijk wel. Ik denk dat ik heb best wel Stan Lee pops, maar ik weet niet welke ik daarvan heb gehad. Die heb ik sowieso gehad. Ja, ik weet niet, ik ga toch eentje pakken die ik zelf wel heel vet vind. Momentje hoor. Ja, het wordt deze vandaag. Vandaag wil ik jullie presenteren de Fall Convention Exclusive Limited Edition Bad Stallion. Oh, je ziet er geen reet van, omdat hij dus heel veel reflectie heeft. Wacht, misschien. Kijk, dat is hem. Bad Stallion uit de Borderlands serie. Deze zit er in de set. En dit is dus een exclusive. En ik ben heel blij met deze, want... Ik stond bij Popculture in de lijn. In de rij, dat is in het Engels natuurlijk lijn, stond ik in de rij voor mijn exclusive Funko Pops. En ik dacht van, wat zegt ze? Mijn confidence ook dat. Oké, ik ga geen pokerjob doen, dan weet ze dat vast. Oeh, geef me een pokeball. Hè? Wacht, waar ben ik? Nee, ik moet hierheen. Hè? Moet ik dan... Wacht, laten we eerst even staan healen. Oké, in elk geval, ik stond dus in de rij. Voor
een aantal convention pops. En ik dacht van, ik wil heel graag de Bud Stallion hebben. En nog een paar andere. Volgens mij heb ik toen ook de Stan Lee eruit geplukt. Ja, de Stan Lee heb ik er ook uitgeplukt. En nog eentje. Nee, volgens mij niet. In elk geval, die Stan Lee wilde ik ook en een Bud Stallion. Maar, nou komt het. De Bud Stallion... You may be able to see a rare Pokemon Butcher Station now. What the fuck is Butcher's nou weer dan? Oh, wacht, dat is denk ik die Slowpoke. Ja, dat is een Slowpoke. Dat is een Galarian Slowpoke. Oh goed, in elk geval, Bud Stallion. Ik wilde die. Dagen voor stond ik in de Rijn bij Pop Culture, waar ik vaak mijn pops bestel. Is een Australisch bedrijf. Ik dacht van, die wil ik hebben. En... Ja, kon niet. Till the morning. Oh. Kon niet. Was uitverkocht. En dan baalde ik heel erg van. Ik moest hem hebben. Ik moest hem hebben. En waarom kon ik hem niet krijgen? Maar ik wilde hem. Ik wilde Bud Stallion. En zij zeiden van. Gaat niet gebeuren. Wat doe ik? Oh, ik ga vechten. Balen. Goed, vervolgens heb ik wel Stan Lee besteld. En ik had volgens mij nog één of twee sowieso besteld. Maar ik weet niet meer welke. Maar goed, en ik dacht dat ik er nog één of twee had besteld. Maar die heb ik verkocht. Sowieso, dacht ik hem nog niet had verkocht. Maar kijk, heb ik verkocht. Ik weet het zeker, wat irritant is dit zeg. Welke had ik toen ook besteld? Ik kijk even om me heen of ik hem misschien zie, maar... Ik had in elk geval dan nog wat besteld om dan te verkopen. Want ik wilde Bud Stallion. Maar die was er niet, die was nergens meer. En toen ging ik naar zo'n Amerikaanse website. Weet je wat die Amerikaanse website zei? Wij hebben ze nog. We hebben nog heel veel zelfs. Dus wil er een bestellen? Kom naar ons. Dus ik dacht... Ik ga naar jullie. Nou, probleem 1. Van, ja, je kan alleen met creditcard betalen. Want wij doen namelijk niet aan PayPal. Want PayPal is voor mietjes. Was ik het niet mee eens. Ik was het niet mee eens. Ik vind dat ook zo'n beetje raar om te zeggen dat iets voor mietjes is. Waarom zou iets specifieks voor mietjes zijn? Dus daar was ik het om te beginnen al niet mee eens. En toen dacht ik van, nou oké, weet je. Ik hossel een creditcard. Creditcardje gehosseld van een maatje van me. Dus ik die gegevens ingevuld. Het gaat niet de goede kant op. Goed, ik die gegevens ingevuld. En toen was het van, oké, stuur maar op naar Nederland. En toen was het ho, 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 ho. Ho is even jongeman. Of eigenlijk was het niet. Ho, ho, ho is even jongeman. Eigenlijk was het zo van, hey, mister. Mister, I am very American. And we don't send to... The Netherlands, because we are awesome and America is awesome and we want to keep our pops in the Americas. So don't send to Europe. Go find a stupid Europe place to get pops of zo, zeiden ze. Nou ja, ik zal jullie eerlijk zeggen, ook daar was ik het niet mee eens. Dit is geen goed teken. Dit is een ripje. Een ripje voor torketje. Maakt niet uit. Wat wil je wel doen? Ik zal eventjes... we gaan reviven. We gaan er beste inzetten. Ik ga torket even reviven. Nou, dat is goed. Maar laat je ook met verrotten. Die experience komt wel goed. Dus ik baalde daarvan. Ik dacht van nee, dat vind ik niet leuk. Toen kwam een levende legende, iemand van een Facebookgroep, die ik ken, Rico heet hij. En Rico zegt van, yo, Stef, heb je al eens gekeken bij doubleboxedtoys.com? Is een Brits bedrijf, die heeft hem nog, betaal je iets meer. En met iets meer is het ook veel meer. Ik heb in totaal, volgens mij, inclusief verzending, €30 betaald. In plaats van wat ik, in plaats van 22, wat ik bijvoorbeeld bij Pop Culture zou doen. Maar ik dacht van, ja, weet je, die €8, ik moet... Bud Stallion hebben. En Warempel.
ik kreeg hem gewoon. Ik dacht, ik had eerst een beetje een hard hoofd erin, maar ik kreeg hem gewoon. En ik vind het wel raar, want sinds kort kan je dus bij, hoe heet het, bij Double Box Toys niet meer met PayPal betalen. Dat vind ik gek. Waarom is dat gek? Omdat je lijkt mij over met PayPal moet kunnen betalen, want PayPal is echt super handig. En iedereen accepteert PayPal tegenwoordig. Behalve Amazon. Amazon zegt van, hey, maar PayPal, daar doen wij niet aan. Wij doen alleen aan een creditcard. Want, hè? PayPal, dat is PayPal. Wij zijn Amazon. En Amazon is super cool. Of zo. Geen idee of ze dat vinden. Waarschijnlijk vinden ze zichzelf wel super cool. Maar ik wil niet tegen Hop vechten. Ik heb echt letterlijk 3 minuten geleden nog tegen hem gevochten. Oh, hoe niet vechten? Huh? Huh? Cool, 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 cool. Oké. Okay. I'm ready. Fight, fight. Maar goed, dus toen heb ik hem alsnog gekregen. Wel heel veel later dan dat ik hem normaal zou krijgen. Normaal krijg je zoiets binnen een paar weken. Maar sowieso, Pop Culture is ook al te laat. Op een gegeven moment. Dit jaar ook met de STCC Pop zag ik opeens. Wat de fuck gebeurt hier? Wat moet ik ook weer doen hier? Dus moet ik even. Pardon. Oké, okay, goed. Normaal met de STCC Pops, die zag ik opeens allemaal komen op internet. Van paf, paf, paf. Die heeft ze. Die heeft ze. Een 5 points opgeleden. Oh, dat kan niet. Oh, je moet Pokémon vangen of je moet tegen mensen vechten. Prima, gaan we doen. Oké. Okay. Geef me die Vulpix. Fucking Master Ball. Zal ik het doen? Heb ik Master Balls? Volgens mij heb ik Master Balls. Wacht even dan. Ha! Doe het! Masterball. Ik heb Masterball gespeeld, maar ja, goed, deze save-file ga ik toch niet houden. Dus, maar goed. Goed. Ik heb mijn Pop. Super blij mee. Nee, maar ik ben echt blij met deze. Ik vind hem ook echt heel tof. Die zou ik hem uit het doosje halen, maar het doosje is zo puntje gaaf. Die wil ik niet, die wil ik nog niet verpesten. Ik heb hem ook nog nooit uit het doosje gehaald, volgens mij. Kan ik nou met jou vechten, of wat gaan we doen? Wat doen we? Krijg je een spel nou? Oh. Oké, dat was raar. Wat daar is een Pokémon? Een Litwick. Zal ik nog een masterbal gooien? Nee, dat vind ik sneu. Oké, doe het. Doei! Voor iedereen die nu kijkt en altijd heel erg zijn masterballs aan het verzamelen is. Als je masterballs nodig hebt, stuur maar een berichtje. Ik ga jou masterballs geven. Degene die als eerste een comment plaatst en daarna vervolgens via bij voorkeur Twitter in contact komt met mij. Dat kan. Je kan in contact komen met mij. Steffi Stilpan. Nee, Henk het 15 is mijn Twitter. En als je met mij in contact komt, dan ga ik jou 5 masterballs geven. Gekoppeld aan een Pokémon. Dus, willen jullie dat? Willen jullie een masterball? Ik ga jullie gunnen. Echt waar. Wat zal ik doen? Zal ik deze ook gewoon... Goed, alleen als jullie echt willen. De eerste 5 mensen... Ik krijg 5 masterballs. Dus dat zijn 25 masterballs ga ik weggeven. En aangezien er gemiddeld maar ik tegenwoordig maar 10 views heb. Lijkt dat misschien niet zoveel. Of lijkt dat... Hè? Lijkt misschien heel veel. Want je geeft 25 aan 5 mensen. 5 keer... Hè?
Maar Stefan. Oh, ik ben echt... Wauw. Ik geef 5 mensen 5 masterballs. Maar goed, er kijken maar 10 mensen. Dus wat is de kans dat al die 10 mensen allemaal dit spel sowieso hebben? En masterballs willen? Nou, ik ga in ieder geval 5 mensen ga ik masterballs geven. Dus wat ik zeg, Henk het 15 op Twitter. Neem contact met me op. En I'll hook you up. Maar alleen als jullie het echt willen. Als jullie het niet willen, vind ik ook prima. Stel je zegt, ik wil geen masterball, maar ik wil een hele specifieke Pokémon. Shiny. Bijvoorbeeld, Shiny Celebi kan ik je ook geven. Die is ongeveer 5 masterballs waard, vind ik. Of Sarut, die nieuwe, kan ik ook, heb ik ook. Kan ik ook geven. Kan ik jullie geven? Ik kan jullie geven. Sarut. Sarut is on fire. We don't need no water. Let that motherfucker burn. Nou goed. Ja, dus die kan ik jullie ook geven. Sarut. Of een Shiny Celebi. Of wat heb ik laatst nog meer naar binnen geharkt. Het zijn allemaal wel legit Pokémon. Dus daar hoef jullie geen zorgen om te maken. Oh, dit kan nog een probleem worden. Nee, dat kan helemaal geen probleem worden. Dit gaan we gewoon echt acen als wilde. Hij heeft 3 Pokémon, dus ik ga geen risico's nemen. Ik ga deze eerst proberen uit te schakelen. En dan ga ik switchen, zie ik, want dit wordt helemaal niks. Maar goed, ik kan in principe aan een heleboel Pokémon komen. Dus als jullie zeggen van, hè, ik zoek nog een speciale... specifieke shiny Pokémon, maakt niet uit, level 1, level 100, level 33, maakt niet uit. Kan ik fixen en voor jullie, 5 mensen krijgen dat. Of masterballs, of een Pokémon naar keuze. En dan ook, weet je, ik kan hem ook battle ready maken, weet je wel. Dat betekent dat je gewoon er gelijk mee in gevecht kan. Het zijn allemaal 6 IV's. Dus wat gebeurt er? Waarom raak ik hem niet? Wat ben ik aan het doen? Waarom gebeurt dit? Ik weet het niet. Ik weet niet wat hier gebeurt. Maar dit werkt in elk geval niet. En ik ben wel aan het sterven. Misschien dat ik zo meteen even Rotom ga uittesten. Misschien ga ik die wel even Gigantamaxen. Nou, dan gaat hij dood, vind ik. Yes. Ja, laatst zoekt niemand erbij. Stefan, waarom doe je nog? Waarom stream je nog? Of kijk of maak je deze video's voor 5 of 10 mensen, weet je wel? Waarom doe je dat? Waarom doe je niet gewoon normaal zoals normale mensen zouden doen? Ja, ik vind dat heel simpel. Afgezien dat ik gewoon, weet je, al maak ik 2 mensen blij. Al vinden 2 mensen dit leuk, weet je wel. Kijken 2 mensen hier graag naar, zitten ze hier elke maandag en vrijdag op te wachten. Zou ik al tof vinden. Dat alleen al zou ik al tof vinden. Dus dat is me. Kijk, stel je voor, stel, we draaien hem om. Hè? We zeggen van, wat nou als we niet video's maken? Wat nou als er achter jou 10 mensen zitten mee te kijken hoe je dit doet? Dat is toch ook tof? Weet je, en al kijken mensen maar een paar minuten, maakt niet uit. Ik heb hier wel plezier van, ik vind het leuk om te doen. En als ik er al is het 1 iemand, als ik die er al blij mee kan maken, door af en toe even een Pokémon spelletje te doen. Weet je wel, dat is toch leuk. En ik ben heel lang bij mijn drive kwijt geweest, zeg maar. Ik vond het gewoon niet meer zo leuk om te doen. Maar dat is er nu weer. Ik zit gewoon echt elke dag dat ik denk, nou... Ik kan wel even een afleveringetje opnemen. Maar ja, dan besef je dat je een kind en een vrouw hebt. En dan wow, zie je dat je niet elke dag kan gamen. Nou ja, het zij zo. Maar ik vind het wel leuk. Dus ik doe dit. Weet je, en ik zie een aantal keer dezelfde mensen in de comments voorbij komen. In comments alleen al vind ik super leuk. Maar goed. Ik heb trouwens een vuur Rotom zonder vuur aanvallen. Besef ik dat wel? Ja, dat besef ik. Maar ja, goed. Dus
Ja, ik vind het gewoon leuk. Geweldig dit. Ja, geweldig. Het is al 20 minuten joh, deze episode. Nou, dan wordt er zomaar even een puntje aan verspreiden, hè. Even zorgen dat dit ten einde gaat komen zo. Ja, goed. Oh, dat overleeft hij. Oké, denk ik. Oh. Nee. Doe het niet. Critical hit nog wel. Wauw. Leftover ik ook weer een stukje terug. Oh, dat valt tegen. Dat was maar 5 HP. En die gaat er weer net zo makkelijk vanaf de 5 speel. Maakt niet uit. Maar met deze Max Lightning. Max Lightning. Max Lightning. Oh, Max Lightning. Nee joh, bok op. Ik weet niet wie dat is. Torquet. Oh. Ik dacht dat het om Vulpix ging. Betekent dat dit dat ik nu de nieuwe vuur gym manager ben? Maar misschien is het ook trouwens niet erg om geen vuuraanval op rood om te hebben. Ik bedoel, hè? Het is ook wel eens goed om wat gevarieerder te leven. Gevarieerder te leven, niet te leven in deze leven. This is my life and this is what I am. Ik weet niet wat daar stond. Dat is een beetje dom. Want nou weet ik niet tot hoever mijn Pokémon zullen luisteren. Maar ik heb het opgenomen, dus ik kan zo wel checken. Klaar. Nou, dankjewel. Oké, een TM, Will-O-Wisp, thanks. Wordt gewaardeerd. Topper van de week. Etcetera, etcetera. Oh, we moeten nog even kijken wat die Shiny Mew is geworden. Nee, het was geen Mew, het is een Eevee. Ik heb Eevee weggedaan. Die Mew wilden ze niet hebben. Dus dan gaan we even kijken wat dat nu is geworden. Spannend, spannend. Doeg Shiny Eevee. Sportschool. Het is geworden een Scorbunny. Dat is jammer. Ik zeg gewoon eerlijk. Nou ja, dat was het dan voor vandaag. Bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Ik hoop jullie volgende keer weer te zien. Maandag weer, want dit is de vrijdag aflevering. Tot ziens.